En dat breng je dan leerlingen gewoon mee. En ja, dan ben je gewoon apendoods. Kan niet anders zeggen. Breda Nu. Je weet het meteen. Middelbare school Het Scala heeft een grote inzamelingsactie opgezet voor Kika in de strijd tegen kanker. Deze actie wordt afgesloten met een fancy fair op de school. Aan het begin van het schooljaar, we zijn eigenlijk de eerste week van het schooljaar, zijn we bij elkaar gekomen. En hebben we besloten, we willen een hele grote kerstactie doen dit jaar. En daar willen we eigenlijk gewoon de hele school bij betrekken. Alle leerlingen en alle collega's. En toen zijn we op zoek gegaan naar een doel eigenlijk. Hè? Van wat gaan we doen? Welk goede doel pak je dan? Toen zijn we bij Kika uitgekomen, omdat Kika natuurlijk eigenlijk bij iedereen wel aanspreekt. En helaas voor heel veel mensen, ja, die verschrikkelijke ziekte natuurlijk. En daar krijgen heel veel mensen mee te maken. En daarom ook dit doel gekozen. Toen zijn we begonnen. En toen moesten we iets gaan verzinnen van hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we dat aanpakken? Wat hebben jullie toen verzonnen? De eerste actie die we hebben verzonnen is de flessenactie. Dus verzamel met de klas zoveel mogelijk lege flessen in. Nou, we hadden een bepaald aantal in ons hoofd. Het zijn er uiteindelijk 10.000 geworden. Ze hebben vandaag geteld. Dus daar zijn we ontzettend trots op. En een markt. Elke collega moest iets leuks verzinnen. Wat kun je doen met de leerlingen? Wat kun je maken? Waar kun jij geld mee ophalen? Denk out of the box. Niet gelijk in je comfortzone. En er zijn ongeveer 50 workshops vandaag waar de kinderen iets mee doen. Iets mee maken. En vanavond hopelijk nog meer geld mee gaan ophalen. We zijn langs deuren gegaan. Sommigen zijn zelfs langs winkels gegaan. En we hebben thuis bij familie ook opgehaald en gevraagd. En dan krijg je meestal heel veel flessen. En nu zijn het er ook heel veel. De eerste prijs was om 2 lesuren vrij te hebben alleen. En toen is daar later bij gekomen om naar Happy Italy ook te gaan. En wie gaat naar Happy Italy van jullie? Ja, mijn klas heeft gewonnen. En dus wij krijgen de prijs dat we naar Happy Italy gaan. En wij krijgen ook 2 lesuren uitval. Kun je iets vertellen over de workshops die de leerlingen vandaag kunnen volgen hier op het Scala? Ja, er zijn een hele hoop verschillende die ze kunnen doen. Hier bij ons hebben ze €5 betaald. Heel de ochtend kunnen ze gamen. En een aantal helpen vanavond ook. Vanavond kunnen mensen kunnen hier binnenkomen. Eurotje betalen, kunnen ze potje FIFA spelen tegen of een leerling of tegen mij. Dat zijn de workshops die wij geven. Hoe trots bent u als directeur dat uw school zoveel flessen heeft ingezameld voor het goede doel? Ja, als je gaat kijken wat we doen en je ziet dat we hier na de herfstvakantie mee zijn begonnen. En dat begint dan heel schoorvoetend van god jongens, we gaan flessen inzamelen. En dan zie je een etalage heel langzaam vol lopen met flessen. En als je dan op de dag dat we ze in gaan leveren 10.000 flessen hebt, dan denk ik dat je met recht mag zeggen, jongens, dat is trots. Want dan heb je als startbedrag voor een actie al €2.500. En dat breng je dan leerlingen gewoon mee. En ja, dan ben je gewoon apentrots. Kan niet anders zeggen. Breda Nu. Je weet het meteen.